We ademen ze in en we eten en drinken ze op. Microplastics. Hoe schadelijk zijn ze voor ons? Dit plastic bekertje kan afbrokkelen tot ontzettend kleine stukjes. Als plastic in de natuur ligt of in de zee drijft, slijt het door bijvoorbeeld de golven, stromingen, wind, regen en UV-straling. Net zo lang totdat de afzonderlijke deeltjes zo klein zijn dat we ze met het blote oog bijna niet meer kunnen zien. Als de stukjes kleiner worden dan 5 mm, noemen we het microplastics. Hier zie je de microplastics die we in het lab gebruiken, in een waterdruppel. Ter vergelijking, ernaast ligt een suikerkorrel. Ze kunnen ook nog tientallen malen kleiner worden. Die microplastics krijgen we binnen. En niet alleen doordat we drinken uit plastic flesjes of plastic bekers. Ze zitten onder andere ook in kraanwater, in bier, in honing en ook schelpdieren, zout. En de lijst blijft groeien. We ademen ze ook in doordat ze in onze vlies, polyester en nylon kleding zitten. En deze stoffen worden ook gebruikt in onze vloerbedekking en onze meubels. Dus elke keer als jij je trui uittrekt of de filter leegt van de droger, komen de microplastics vrij. Wat we nu weten is dat microplastics in onze longen terecht kunnen komen. We weten ook dat deze in muizen de darmwand kunnen passeren en zo in het bloed terecht kunnen komen. Dat maakt ons bezorgd, want dat betekent dat ze via het bloed ook op andere plekken in ons lichaam kunnen komen. Ze zijn zelfs gevonden in placenta's. Wat gebeurt er met die microplastics in je lichaam? Als een stof die niet in je lichaam thuis hoort het lichaam binnendringt, proberen afweercellen deze op te ruimen. Denk aan bacteriën, schimmels en parasieten. Dat zijn natuurlijke stoffen en dus kunnen je afweercellen ze opeten en afbreken. Dit afbreken doen ze bijvoorbeeld door de indringer in kleine stukjes te knippen. Maar nu komt er een microplastic je lichaam binnen. De afweercel kan deze microplastic wel opeten, maar kan deze vervolgens niet in kleine stukjes afbreken. De afweercel probeert dit, maar gaat daardoor dood. En dood in je lichaam zorgt voor allerlei alarmbellen. Op die alarmbellen komen weer nieuwe afweercellen af. En al die afweercellen bij elkaar noemen we een ontsteking. Een andere groep afweercellen, de experts van de verschillende ziektes, kunnen ook in actie komen door deze alarmbellen. Ze gaan aan terwijl dat niet de bedoeling was. En je eigen afweercellen kunnen ook heel veel schade aanrichten als ze te veel of te lang aanstaan. Mensen die al een immuunziekte hebben, zoals bijvoorbeeld astma, hebben over het algemeen al een overactief afweersysteem. Dus microplastics kunnen daar de boel gaan verergeren. Mensen met astma kunnen bijvoorbeeld meer astma-aanvallen krijgen of ergere astma-aanvallen krijgen. Maar dat moeten we echt nog beter onderzoeken. De grote vraag is nu hoeveel microplastics in ons lichaam terechtkomen. Dat is echt cruciaal om te weten hoe groot het probleem is. Het maakt natuurlijk enorm veel uit of het er eentje is of dat het er duizenden zijn. Sommige studies zeggen dat het om een zoutkorrel per week gaat. Andere studies zeggen dat het een creditcard per week is. Dat zou dus neerkomen op meer dan 4000 creditcards op een mensenleven. De schattingen lopen zo uiteen, omdat we nog niet precies kunnen bepalen hoeveel microplastics er in ons lichaam zitten. De waarheid zal dus ergens in het midden liggen. Moeten we ons nu zorgen maken? Zelf maak ik me niet dagelijks zorgen als ik een beetje water uit een plastic bekertje drink. Maar bijvoorbeeld als ik de filter leeghaal van mijn droger, zet ik mijn dochter wel eventjes een beetje opzij. Want bij die actie komen heel veel microplastic vezels vrij. Ons plastic gebruik is de afgelopen decennia geëxplodeerd. Als we daarmee verder gaan, weet ik niet zeker wat de toekomst gaat brengen. Het is daarom belangrijk om precies te weten te komen hoeveel van die microplastics er in ons lichaam zitten en hoe lang ze daar blijven zitten. Maar dat ze binnenkomen is een ding dat zeker is.